hebben klimaatleiderschap nodig voor de komende jaren. En dat leiderschap zie ik niet in deze begroting. Niet als het gaat over klimaat, niet als het gaat over woningen en hoge huren, niet als het gaat over het verhogen van de zorgsalarissen. Ik zie het ook niet in de plannen voor de komende jaren en niet in het vlaggenschip van dit kabinet, het Wopke Wiebesfonds. Waarom is dit fonds gericht op ouderwetse economische groei en niet op klimaat, groene innovatie, op de economie van de toekomst, op brede welvaart? We hebben geen ouderwets groeifonds nodig, we hebben een klimaatfonds nodig. En waarom is de CO2-heffing afgezwakt? 2021, 2022, 23, 24 en verder. 0, 0, 0, 0. Er komt een belasting, maar bedrijven gaan er niet voor betalen. Het hele idee van de CO2-belasting was dat we de vervuiler zouden laten betalen. Dat we dat geld zouden gebruiken om te steken in innovatie. In het vooruithelpen van onze samenleving. Er is gerekend met het planbureau om te kijken of we die 14 megaton zouden halen. En tegelijkertijd wordt er gezegd dat de kans meer dan 60% is dat de doelstelling niet wordt gehaald. Voorzitter, ik vind dat een onverantwoord risico wat we nemen met ons klimaat. De heer Dijkhoff. Voorzitter, het hele idee van de CO2-heffing was toch dat het een dreigement was. Dat je moet gaan lappen als je je geld niet hebt geïnvesteerd in vergroening. Dus als je daar nu een hele hoge opbrengst in zet, dan doe je een maatregel van je eigenlijk bijvoorbeeld als overheid zegt, nou ja, dat gaat er niet worden. Het idee is, het kan best een opbrengst opleveren als een bedrijf niet verduurzaamt en dus moet betalen. Maar het idee was toch juist dat we gingen zeggen, we maken de heffing zo dat het voor jou goedkoper is om te vergroenen en de heffing te ontlopen dan de heffing te betalen. Als dat een succes wordt, dan heb je nul opbrengst. Ja, voorzitter. De heer Klaver. Er zijn twee problemen met de vormgeving van de CO2-belasting nu. Allereerst worden de dispensatierechten gegeven. Dat betekent dat je tot 2024 gewoon eigenlijk nog je gang kan gaan zonder dat je betaalt. Dat is een enorme overgangsfase. En daarna wordt er inderdaad van uitgegaan dat bedrijven enorm gaan innoveren. Mijn probleem is dat we weten, eigenlijk uit allerlei internationale vergelijkingen, en voor mijn partij is dit niet nieuw, hè? Wij proberen dit al sinds 1990 hier in deze Kamer een CO2-belasting voor elkaar te krijgen. We weten dat zo'n margeheffing, om even in de techniek te spreken zoals die er nu ligt, dat die eventueel zou kunnen werken, maar dat de zekerheid daarvan klein is. En dat het beste werkt als je het combineert met een vlakke heffing. Die hoeft dan niet heel erg hoog te zijn, maar die moet je er wel in leggen. Iets van een bodem, omdat dat de beste garantie is dat je die 14 megaton die we moeten halen, dat je dat haalt. En dat is wat wij voorstellen. Dat zie ik hier niet terug in de plannen. En daarmee is het risico gewoon veel te groot dat we het niet gaan halen. De heer Dijkhoff. Voorzitter, maar dan is die... Dat kan hoor, politiek, maar dan is het meer gewoon u stoot uit, dus u moet lappen. In plaats van een middel om de uitstoot te reduceren. Want dan wil u een opbrengst. Het is een beetje hetzelfde dat we iedere keer zeggen, we gaan de accijns op tabak verhogen. En dan gaan mensen minder roken. Maar we boeken wel gewoon in dat iedereen het blijft doen. Wat dan vaak ook gebeurt. Dus... Of je wil een stok achter de deur om te dwingen dat bedrijven hun geld steken in innovatie en verduurzaming. Of je zegt het is gewoon een heffing, ik wil er gewoon geld mee halen en dan doe ik er iets anders mee. En dan misschien dat die bedrijven dan vanzelf weggaan omdat het hier te duur is. Dan gaan ze ergens anders uitstoten en dat helpt in een wereldwijde klimaataanpak ook niet. Nee. Kijk voorzitter, wat je wil is dat je de uitstoot weet te beperken. En ja, dat betekent dat bedrijven zullen moeten gaan betalen en dat er een opbrengst op zit. Als het goed is, wordt de opbrengst in de loop van de tijd minder, want het heeft effect. Maar om gelijk vanaf het eerste moment te zeggen en hem zo geleidelijk in te richten, dat er... Kijk, in mijn wereld zou ik zeggen, in 2050 moeten we de CO2 sowieso hebben teruggedrongen. Dus dan zal er echt helemaal geen opbrengst meer zijn. Dus vanaf 2035, 2040 kom je dan in een groot probleem terecht. Voor nu hebben we dat geld juist nodig om bedrijven te helpen met die omschakeling. Maar nu geef je iedereen dispensatierechten, terwijl wij het omdraaien. Haal eerst het geld op als overheid en kijk dan, als sterke overheid, welke sectoren gaan we helpen en gaan we bevorderen dat ze die omschakeling naar een duurzame economie kunnen maken. En nu maak je dat afhankelijk van een benchmark, waarvan ik bang ben dat er ook mee gesjoemeld kan worden door deze bedrijven. En is de kans op succes in het terugdringen van CO2-uitstoot uiteindelijk het kleinst. En dat is niet voor niks dat het PBL zegt, de kans dat we dit niet gaan halen, de doelstelling, is vrij aanzienlijk. En als u en ik weten dat wij de laatste generatie zijn die er iets aan kunnen doen, ja, dan zou ik toch kiezen voor een variant met een hogere zekerheidsmarge.
De heer Dijkhoff. Ja, volgens de algemene zin is het altijd makkelijker als je zegt u moet geld aan iets uitgeven, dat je niet dan eerst het ook nog op komt halen, want dan moet je twee keer uitgeven. En ik denk dat het wat het effectiefst is, is als je dit breder doet, liefst wereldwijd. Zeker. Maar op zijn minst Europees. Want anders veroorzaak je misschien dat een bedrijf zijn banen hier schrapt en ergens anders verder gaat op dezelfde ouderwetse manier. En dan heb je en geen belastinginkomsten en minder werkgelegenheid en nog net zoveel CO2-uitstoot. Dus volgens mij moet je die bedrijven ertoe dwingen en verleiden met een stok achter de deur van een heffing, dat ze hun geld wat ze hebben niet steken in een heffing, maar in een vergroening. En de heer Klaver, ik ben het helemaal met hem eens als we 2050 liefst CO2-vrij zijn en zeker aan de opwekking van energie. Maar dan zou ik de korte vraag, gaan we dan nu eindelijk af van die achterhaalde taboes? Gaan we dat dan ook eerlijk zeggen tegen onze achterbannen en gaan we ook gewoon kernenergie in de mix opnemen? Of kunt u me nu eindelijk eens uitleggen, en dan niet alleen zon en wind, want dat past gewoon niet, hoe u het dan wel doet met technologie waarvan je niet het PBL moet zeggen dat maar 60% kans is dat die misschien ooit nog uitgevonden wordt voor die tijd, maar die er gewoon is? Ja. Ja. De heer Klaver. Kijk, voorzitter, in Nederland hebben we al sinds 12... Ik vind dit altijd een beetje een discussie die afleidt. En er wordt gedaan alsof er een taboe ligt op kernenergie. Sinds 12 jaar zijn er 3 locaties in Nederland aangewezen waar een kerncentrale gebouwd mag worden. Er staat nog net geen bordje te koop, zeg maar, op die stukken grond. En er is nog net geen brochure gemaakt van kom hier een kerncentrale aanleggen. Maar we hebben 3 gebieden. Rondom Borselen, de Maasvlakte en de Eemshaven. Daar kan al 12 jaar lang kan daar een kerncentrale gebouwd worden. Nul interesse. Nul. Ik snap het wel. De afgelopen 10 jaar is er in heel Europa geen kerncentrale opgeleverd. De kerncentrales die worden gebouwd, bijvoorbeeld in de UK, in Hinkley, die wordt mede gefinancierd door de Chinezen. De kosten reizen de pan uit. Als we kijken naar de kostenontwikkeling van duurzame energie of van kernenergie, dan zie je dat de kosten van duurzame energie de afgelopen jaren alleen maar lager zijn geworden. Van kernenergie stijgen ze alleen maar door. Met andere woorden, u doet alsof er een taboe ligt. Dat is er niet. Voor mij is het niet de oplossing, kernenergie. En als er een bedrijf is dat hier een kerncentrale wil beginnen, nou, ik zou zeggen, schrijf je in. Ik denk dat er niemand komt. De heer Dijkhoff. Voorzitter, dat laatste klopt, omdat we allerlei regels hebben gemaakt die het bij voorbaat zo onaantrekkelijk maken eraan te beginnen dat er geen bedrijf instapt. Dat je ook ziet dat de overheid niet altijd betrouwbaar zijn in het je vasthouden aan de regels die je vooraf stelt, maar tijdens de bouw allerlei regels bijleggen. Dus ik ben blij met de heer Klaver dat hij er ook iets aan wil doen, dat het niet alleen een theoretische optie wordt. En dan zie ik hem graag morgen bij de motie hoe enthousiast hij daarover heeft. Maar belangrijker eigenlijk nog, behalve een heel verhaal over dat geen bedrijf het nu wil, omdat de condities die we nu hebben zo onaantrekkelijk zijn dat ik het ook niet zou willen. En dat er ook nog nooit een windmolen was geweest als we daar niet gesteund hadden en geld aan uit hadden gegeven van begin af aan. Dat je dat met kernenergie ook moet doen. Hoor ik hem de vraag vakkundig ontwijken wat dan het alternatief is, behalve weer wijzen op wind en zon, wat echt wel zou kunnen als we enorme batterijen hadden die niet bestaan en nou 10 keer zoveel hectare land in Nederland. Dus als hij een keer heeft over 2050 en sneller en harder en die moeten harder lopen en de bedrijven moeten meer doen, dan moet hij ook aan zijn achterban uitleggen hoe die dan in 2050 het echt wil halen, die energieopwekking. Ik zal dat laatste punt zo dadelijk ook in gaan, maar eerst nog heel even over kernenergie. Het is niet dat ik zeg, daar moeten we nu allerlei drempels voor wegnemen. Helemaal niet. Ik geloof niet dat dat oplost. Ik zal zo zeggen wat ik wel denk dat het zou moeten zijn. Maar het is niet dat er geen geld vanuit de overheid is gegaan de afgelopen jaren. Kijk naar Frankrijk. Ook daar zie je nu geen nieuwe ontwikkelingen om nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat is met een reden. Dat is omdat de business case, dat ik dit tegen de VVD moet zeggen, een business case voor een kerncentrale rekent niet rond. Dat deed het zeg maar 10 jaar geleden niet, 5 jaar geleden niet en nu nog steeds niet. En ik ben inderdaad niet voornemens om in deze vorm van energie om daar dan subsidie tegenover te gaan zetten. Lijkt mij een slecht idee, dit heeft een enorme kans gehad. Als u zegt, moeten we blijven investeren in technologisch onderzoek? Ja, daar ben ik heel erg voor. Dat vind ik echt heel erg uitstekend, want bijvoorbeeld over thorium wordt dan gesproken. Nou, dat wordt al 40 jaar over gesproken. Als daar een doorbraak op zou komen, zou ik het fantastisch vinden. Dus het financieren van onderzoek, ja, daar zijn we heel erg voor. Maar gewoon heel concreet, de business case voor een kerncentrale, die is er niet. Punt. Dan over hoe ik de energievoorziening voor me zie. Ik ben blij dat ik zal nu de heer Dijkhoff citeren. Dat is een wat langere antwoord en een ingewikkeld antwoord. Dat begint met dat je niet alleen een slimme grid moet hebben, een energienetwerk hier in Nederland, maar dat moet
in Europa. Want soms zijn er overschotten in Duitsland of tekorten in Frankrijk en andersom. En dan moet je heel snel met elkaar, eigenlijk regionale verbanden met elkaar kunnen wisselen. Daar moet een hele grote stap worden gezet op je energieinfrastructuur. Het tweede is dat we volop moeten gaan investeren in die groene waterstof, inderdaad. Daarvan is, of dat gaat werken, weten we nog helemaal niet zeker. En wanneer we dat vliegend kunnen krijgen, dat is wat we nodig zullen hebben om uiteindelijk ook voldoende opslagcapaciteit te hebben om de pieken op te vangen. Daar wil ik massaal en heel veel geld in stoppen en ik mag hopen dat het groeifonds, had voor mij ook een waterstoffonds mogen zijn, om het nog kleiner te maken, volle bak inzetten op groene waterstof. En het derde, en dat vind ik het minst leuke antwoord, maar dat moet ik wel geven, is dat we in de tussentijd niet afkomen van de afhankelijkheid van gas, bijvoorbeeld van Noorwegen, nou dat is nog een prima land, maar in mindere mate ook nog steeds van Rusland, omdat je gascentrales nodig hebt om een baseload te hebben en pieken op te vangen. Tot slot op deze punt, meneer Dijkhoff. Het argument van de business case zal ik niet op ingaan, omdat daar zullen we volgende week uitgebreid gedocumenteerd uitleggen hoe die wel rond te krijgen is. Maar het alternatief wat de heer Klaver noemt heeft twee problemen. Die business case is nog veel dramatischer. En groene waterstof is geen energiebron, dat is een energiedrager. Dus met twee keer conversieverlies, zoals ingenieur Van Hager goed uitlegde toen hij mij interrompeerde. Dat betekent dat als je op waterstof inzet, heb je nog veel meer energie nodig die je op moet wekken. En daarvan hoor ik de heer Klaver zeggen, zonne-wind met smart grids. Dus dat betekent zonne-wind voor Nederland in andere landen. Want in Nederland gaat het niet passen, fysiek gewoon niet. Tenzij er enorme doorbraken zijn. En gewoon dan de kernenergie kopen van andere landen die ze daar neerzetten. Ja, wees dan eerlijk dat je dus een mix hebt van zon, wind en kernenergie. Maar wel afhankelijk van andere landen, omdat je het liever niet wil zien en in de buurt wil hebben. Nee, maar voorzitter. En gewoon even de feiten. Wat ik fijn vind aan debatteren met de heer Dijkhoff is dat we het in ieder geval eens kunnen zijn over het algemeen over de feiten. Bijvoorbeeld Frankrijk heeft een aantal kerncentrales. Dus in onze energiemix, ook in Nederland, in heel Europa, daar zit kernenergie. Dat is waar. Ik ga niet zeggen dat dat niet waar is. En dat gaat de komende jaren ook blijven, want ik zie nog geen bewegingen om daar nu heel snel centrales te sluiten. Dat is trouwens ook niet waar ik nu voor pleit. Dus ja, de komende jaren zal ook kernenergie gewoon nog deel uitmaken van die energiemix. En als er andere landen zijn die zeggen, nou, we willen er een kerncentrale bij, want dat past in onze energiemix, dan zal dat in die Europese energiemix, zal dat daar deel van blijven uitmaken. Het enige is, er is geen land op dit moment bezig met het aanleggen van de kerncentrale. De UK, dat klopt. Frankrijk, het land waar kernenergie ongeveer is uitgevonden als energievoorziening. Nou, geen haar op hun hoofd die eraan denkt, want het rekent niet rond.